Niet alleen voor de 12.000 doven in Nederland is gebarentaal nuttig. Ook 1,5 miljoen slechthorenden en zelfs de horenden in Nederland zouden baat hebben bij de beheersing van een vorm van gebarentaal. Hoogleraar Onno Krasborn zet zich in de komende tijd in om op scholen het balletje te laten rollen. Scholen kunnen natuurlijk uit zichzelf beginnen met gebarentaallessen, maar we willen deze week op vrijdag zorgen dat er heel veel scholen in Nederland één keer een uurtje over gebarentaal lesgeven. Of met vrijwilligers die zelf gebarentaal beheersen. Gebarentaal in elk klaslokaal noemen we dat. Zodat heel veel mensen met gebarentaal kennis kunnen maken. Onbekend maakt onbemind. En we weten dat mensen gebarentaal vaak helemaal niet kennen. Helemaal niet weten hoe doven communiceren. Dus door zoveel mogelijk scholen te laten meedoen, kunnen we daar verandering in brengen. Gebarentaal is gewoon een taal, net zoals een andere taal. Die leer je niet meer als je heel erg oud bent. Daar is geen tijd meer voor, maar je bent dan ook niet meer zo flexibel. Kinderen daarentegen, die zuigen een taal op als moedertaal. Als ze het maar zien om zich heen, in het geval van gebarentaal. Dus als kinderen op scholen, kinderdagverblijven, nou gebarentaal zouden leren, dan zouden ze daar zelf later in hun leven plezier van hebben. Maar ook hun opa's en oma's bijvoorbeeld, die zouden er meteen baat bij hebben. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat we in de zorgopleidingen, denk bijvoorbeeld bij de handenopleidingen verpleegkunde of logopedie, als die studenten gebarentaal in een pakket krijgen, zodat er ook in de zorgsector op professioneel niveau gebarentaal een plek kan krijgen. Krasborn pleit er zelfs voor in zijn oratie op 12 oktober aan de Radboud Universiteit dat heel Nederland gebarentaal zou moeten leren. Oratie is een lezing die je houdt als hoogleraar als startschot eigenlijk van een nieuwe fase in je carrière. Dus in mijn geval is dat een lezing in gebarentaal. Ik ga dat in gebarentaal doen en die wordt getolkt. En in die lezing ga ik wat vertellen over mijn expertise, wat ik aan onderzoek heb gedaan. Maar ik ga vooral ook uitleggen, wat ik u net uit heb gelegd, dat gebarentaal voor veel meer mensen in Nederland van belang kan zijn.